Momenteel zit ik echt in een dilemma in Brawl Stars. Want zoals jullie weten ben ik de laatste tijd gewoon vet lang doosjes aan het sparen. Ik wil in totaal 2 weken lang doosjes sparen. En dan ga ik al die doosjes in 1 video openen. Maar dat betekent dat ik nu gewoon vet lang helemaal geen doosjes mag openen. En dat vind ik zwaar frustrerend. Want ik vind doosjes openen leuk. Het is ook leuk om te zien. En met een beetje mazzel krijg je sterrenkracht. Maar ik mag ze dus niet openen. Ik moet nog even een paar dagen sparen. En dan heb ik de 2 weken gehad. Dus die video komt er binnenkort aan. Maar ik wil in de tussentijd ook wat doosjes openen. En daarom gaan we deze video doen. Want wat we namelijk gaan doen. Ik ga gewoon lekker potjes spelen. En voor elke victory die ik haal. Kan ik 80 edelstenen verdienen. En wat je kan kopen met 80 edelstenen is precies 1 megadoos. Dus dat is super chill. Ik heb trouwens even een lijstje gemaakt met hoeveel edelstenen ik kan verdienen. Stel ik word 2e, dan verdien ik 40 edelstenen. Stel ik word 3e, verdien ik 20 edelstenen. En ik word 4e, verdien ik 10 edelstenen. In totaal mag ik 5 potjes doen. En hoeveel edelstenen ik dan aan het eind heb verdiend, zoveel mag ik kopen en zoveel mag ik dan uitgeven. En dan hopelijk kunnen we even een paar zieke megadozen openen met hopelijk een nieuwe sterrenkracht. Maar dat zien we dan wel. En als jullie trouwens zin hebben in deze video, smash dat duimpje omhoog. 2000 likes zou super mooi zijn als dat gaat lukken. En abonneer natuurlijk, blijf je op de hoogte van al mijn leuke Brawl Stars video's. Maar laten we maar gaan spelen. Ja, het is een beetje lastig. Ik denk dat ik ga beginnen met een potje met Rosa. Of Bibi is misschien ook wel chill. Want dit is een map waarin je in het midden op zich met de knokker die van dichtbij is best wel goed kan spelen. Dus nou, ik begin met Rosa. Dan gaan we meteen naar het midden en dan gaan we even kijken hoe het gaat. En ik mag dus in totaal 5 potjes doen. En als ik een beetje fatsoenlijk verspil, dan denk ik dat we zometeen wel 3 megadozen kunnen openen. Maar dan moet ik natuurlijk wel zorgen dat we in ieder geval een paar keer in de top 3 komen. Want dan verdienen we eigenlijk alleen maar echt veel. Zo, eerst even deze openen. Het enige nadeel is dat ik Rosa nog maar kracht level 7 heb. Nou valt dat op zich wel mee, maar ik heb wel knokkers veel hoger. Dus dat is wel een beetje nadeel. Maar we hebben hier nog 2 megadoosjes. Dus dat is wel chill. En dan hebben we mooi het midden voor onszelf. Want volgens mij ben ik hier als enigste in het midden. Als ik dit zo een beetje zie. Oh, die Daryl die is ook wel gevaarlijk voor Rosa. Dus daar moet ik wel een beetje voor uitkijken. Maar voor de rest, het gaat goed zo. Daar komt nog een Jessie. Nou, daar ga ik niks mee doen. En die Daryl, daar moet ik ook echt voor uitkijken dus. Alhoewel, als van middenafstand kan ik het best wel hebben. Kijk, van deze afstand kan ik het best wel hebben. Maar hij gaat al weg. Oh, voor die Shelly moet ik wel super uitkijken. Doei, daar ga ik vandoor. Hij heeft namelijk zijn special. Oh, die Daryl, ik wou net zeggen, die gaat sowieso dood. Oké, maar we zitten nu al in de top 3. Nice, oké, dan hebben we sowieso al edelstenen verdiend. Maar de vraag is, gaan we eerste kunnen worden? Dat gaat wel heel erg lastig worden. Dan moet ik eigenlijk eerst die Rico en Shelly met elkaar zien uit te vechten. En dat ik dan teleportrijd kom. Dan kan ik een victory halen, maar anders gaat dat never nooit niet lukken. Oké, nu moet ik uit... Ah, shit, nu hebben ze me door. Rico, ga eens op die Shelly, jongen. Ja, ik wou net zeggen, ga eens op die Shelly. Ja, die is nu al bijna dood. Ja, nice. Oké, nu kan het lukken. Oh, nu moet ik uitkijken. Ah, ja, het is oké, nice. Hij zit nu ergens daar. Ik weet alleen niet precies waar hij zit. Maar ik heb ook bijna mijn special. Eigenlijk moet ik nu gewoon wachten totdat de cirkel zo klein wordt dat hij geen kant meer op kan. En dan kan ik hem easy killen. Dus eigenlijk, ik ga gewoon heel veel spelen. Ik zie jullie zo meteen weer als er wat gebeurt of als hij naar mij toe komt. En dan gaan we makkelijk een victory halen. Of als hij naar mij toe komt is natuurlijk ook prima. Ik kan mijn special nog inzetten. Oké, hij kwam gewoon naar mij toe. Dat is helemaal mooi. Eerste potje. Meteen 80 edelstenen verdiend. Lekker hoor. Dat betekent dat we nu al 1 megadoos hebben. En we hebben gewoon nog 4 potjes te gaan. Dat is wel echt heel lekker. Maar 80 edelstenen, dikke prima. Rosa, nou weet je wat? We gaan even met de andere knok. Oh, dat is misschien ook wel leuk. Ik mag in 1 potje met dezelfde knokken spelen. Dus nu gaan we met de andere knokken spelen. En eigenlijk wil ik al mijn knokkers boven de 540 trofeeën hebben. Weet je, ik heb momenteel al 16.537. Maar ik heb ook al bijna al mijn knokkers, zeg maar, net onder de 550. Want dat is zeg maar de limit. Als je daar overheen gaat, dan worden ze allemaal weer gereset. Zeg maar naar 525. Dus als je daaronder blijft, dan het nieuwe seizoen blijven ze op dezelfde trofeeaantal. Dus dat is dan echt chill. Dus daarom wil ik ze dan er net onder hebben. En ik heb natuurlijk wel een paar knokkers erboven. Maar de meeste probeer ik er dan net onder te houden. Maar we gaan nu met Bibi spelen. Soortzelfde knokker. Nou, natuurlijk niet helemaal. Maar het is wel vergelijkbaar met Rosa. En met Rosa ging het net erg goed. Dus daarom ga ik nu gewoon lekker met Bibi spelen. Oh, dat komt wel meteen. Oké, nee, daar ga ik niet het duel mee aan. Ga maar mooie gang, jongen. Ik ga mooi naar het midden.
Ja, oké, nice. Dan liggen hier in ieder geval nog doosjes. Ik wou net zeggen, als hier geen doos zouden liggen, zou echt fucked up zijn. Maar dan hebben we in ieder geval nog 3 krachtpunten. Ah, zitten die nu al te teamen? Die zitten nu al gewoon te teamen. Dit is echt fucked up. Ah, nee. Dit is toch zielig. Zij, ja, inderdaad. Die zitten nu al te teamen. Gewoon meteen vanaf begin op aan ben ik al voor mijn team genakt. Oké, dit is wel een beetje balen. Dat betekent dat we dit potje 0 edelstenen hebben verdiend. We hebben nog 3 potjes te gaan. Oké, dan ga ik niet nog een keer met Bibi spelen. Wat zullen we doen? Of ik ga ook met Crawl spelen. Die heb ik al over de 550. Maar Crawl vind ik echt een hele chille knokker. Dus we gaan nu even een potje met Crawl. Legendarische knokker. Let's go. Yo, dan is er nu net in het midden. Zijn er echt vet van die kisten. Maar met Crawl moet je eigenlijk niet naar het midden gaan. Omdat die daar gewoon te gevaarlijk voor is. Nou nee, die andere knokkers zijn te gevaarlijk. Oké, nou ik heb in ieder geval die ook geraakt. Dat is mooi. Ik doe meer damage bij hem dan hij bij mij. Dus dat is wel chill. Ik moet wel even wat HP erbij hebben. Ah, daar komt hij weer hierheen. Ga weg, jongen. Ga niet de hele tijd dat duel met mij. Maar ja, dat schijnt irritant. Oh, en ik hit hem wel meer als hij wat bij mij doet. Gaat hij nu proberen dat kistje te openen? Als hij daarheen gaat, dan proberen, dan pak ik hem. Maar ik heb nu in ieder geval mijn HP er weer bij. Oh, dit is zo irritant. Die kwam is echt alleen maar op mij gericht. Maar misschien dat we nog even hit kunnen doen. Even kijken. Oh, ik weet niet precies waar hij zit. Maar sowieso dat hij zo meteen hierheen gaat. Het enige voordeel is... dat er nu nog wel 7 mensen over zijn. Dus omdat we de hele tijd met elkaar bezig zijn... zijn er al vet veel mensen wel al zeg maar dood. Oh shit, oké, nu moet ik uitkijken. Oké, nee, ik ga hier even weg. Weet je wat? Ik ga daar gewoon niet meer mee bemoeien. Of ik heb wel mijn special en die andere crawl had dat volgens mij niet. Waar zit hij? Hij zit daar. En nu komt die Jean komt van die andere kant. Dus hij is nu gefukt. Hij is nu gefukt. Ja, als die Jean nou hem pakt... dan kan hij geen kant op. Maar wat doet die Jean? Ik heb geen idee wat hij doet. Oké, ja, hij is gefukt. Oké, nice. Dan hebben we hier in ieder geval een... Oeh, zou ik die pakken? Oh, ik heb hem nu net niet gepakt. Oké, ik ga weg. Doei! Anders was ik sowieso dood geweest. Oké, maar als er nog één iemand doodgaat... hebben we in ieder geval dit potje ook edelstenen verdiend. Want ik moet nog... Ja, de top 4 is minimaal wat ik moet halen. Als ik 4 word, verdien ik er 10. Oh, maar dan moet hij nu niet op... Ach, op mij afgaan. Ah! En hij heeft zijn special. Dat is levensgevaarlijk. Oké. Maar ik heb het overleefd. Kunnen we misschien die Brock killen? Dat zou mooi zijn. Nee! Worden we 5e? Hebben we weer niks verdiend? Oh nee, dit is echt zwaar frustrerend. Ja, we krijgen wel +2. Maar daar heb ik niks aan, want ik wil die edelstenen verdienen. En we moeten minimaal 4e worden. Oh, we begonnen zo lekker, maar die 2 potjes daar zijn echt minder. Maar we hebben nog 2 pogingen. We kunnen nog 2 potjes spelen. Stel, ik word nu 2 keer eerste. Dan hebben we alsnog gewoon 3 megadozen zo meteen. Welke knokker is echt chill? Ja, dit is wel lastig, hè. Ik denk dat een knokker... Ik ga een potje met Daryl. Daryl vind ik altijd chill. Weet je, dan ga ik wel over de 550, maar dat maakt me in principe ook niet heel veel uit. Maar Daryl is wel echt een knokker waarmee je standaard gewoon wel in de top komt. In ieder geval, persoonlijk vind ik Daryl echt heel chill. Dus hopelijk gaat het nu wat beter. Niet dat we dan meteen weer ingesloten worden door het team of dat we dan net 5e worden. Er komt wel een El Primo aan. Die is op zich nog wel gevaarlijk. Wat gaan we doen? Nou, als hij al zijn punten verspilt, dan is dat op zich ook prima. Ik ga even deze openen. Kijk, dan kan die El Primo daar mooi zo gaan. Ja, nice. Dan kan ik die ook nog jatten. Dan ga ik nu wel even uitkijken, maar dan heb ik mooi 3 krachtpunten. En er zijn allemaal Shelly's en El Primo's. Dat is wel eigenlijk niet normaal. Ik heb nu wel mijn special, dus dat is wel chill. Stel, die Shelly's gaan daar nu met elkaar een duel aan. Dan had ik mijn special in kunnen zetten. Dat ga ik nu niet doen. Oké, ik ga nu hier weg. Doei! Oké, er zit dus... Oh, wacht. Ik moet hier weg. Oh, dit is echt fucked up. Ik zit hier helemaal verkeerd. Ah, nee. Nee, weer niet. Weer helemaal verkeerd. Ah, het gaat zo niet lekker. Waarom? Als het nou goed moet gaan, gaat het niet goed. Oké, Daryl is het dus ook niet gelukt. Dan hebben we nog 1 laatste kans. Wie zou ik dan spelen? Weet je wat? We doen weer Rosa. Weet je, Rosa is de enige knokker waarmee ik victory heb gehaald deze video. We doen het dan toch nog een keer. Ik zou eerst met allemaal verschillende knokkers doen. Dat had ik net gezegd. Maar ik wil gewoon nog een megadoos over. Dus we gaan gewoon proberen om met Rosa nog victory te halen. Zou mooi zijn als dat gaat lukken. Zou echt geniaal zijn. Dan maakt Rosa deze hele video nog goed. Hier ligt ook nog een kistje. Dan kunnen we die ook mooi openen. En dan gaan we daarna door naar het midden. Ja, alleen denk ik wel dat er dan al mensen in het midden zijn. Ja, er is... Oh, er is nog een Rosa. Nou, die kan ik nu wel wegjagen.
Want ik heb natuurlijk meer krachtpunten. Kom op. Oké. Ja, inderdaad heb ik hem weg weten te jagen. Maar daar is nog eentje. Dit kan wel heel spannend worden. Oh, hier. Daar is de Shelly. Die heeft sowieso niet heel veel levens meer. Oké, die gaat nu ook al weg. Nu moet ik wel uitkijken voor die Tara. Want anders ga ik misschien nog dood. En die Shelly... Ah, dat is wel jammer dat die krachtpunt heeft. Maar er zijn nog 5 knokkers over. Dus nog eentje dood. En dan hebben we in ieder geval weer wat verdiend. Dan heb je in ieder geval wat edelstenen. Nee. Dan zit ik net weer fucked up. Nee. Oh, dit is zo frustrerend. Nou, dan weet ik het goed gemaakt. Dan doen we nog een laatste bonusronde. Bonus. Dit zou ik eigenlijk helemaal niet doen. Maar we doen het gewoon. Dan mag ik wel een knokker uit... Of dan moet ik een knokker uitzoeken die eigenlijk niet geschikt is voor deze map. Barley, dan gaan we daarmee spelen. Want het is een bonusronde. Telt, ja, weet je, dan doen we het een soort van tussenvariant. Dan doe ik 6 potjes in plaats 5. Zou toch zo baas zijn als we nu met Barley een victory kunnen halen. Huisvrouw Barley, overpowered. Oké, dat is dan meteen een cold die irritant is. Kom op. Ah, lekker man. Jongen, Colt moet niet fokken met huisvrouw Barley. Huisvrouw Barley is de bom. En wat trouwens wel chill is. Elke keer als ik een, zeg maar, iets gooi, krijg ik 400 HP erbij. En dat is mijn sterrenkracht, zeg maar, voor Barley. Dus dat is wel echt heel chill. Maar ik ga sowieso niet naar het midden. Wat ik wel kan doen is van de 4 misschien wat eens doen. Maar naar het midden is veel te gevaarlijk voor Barley. Dus we gaan gewoon lekker hier een beetje rondhangen. En dan kom ik zo meteen wel weer tevoorschijn als ik... Of als ik weg moet. Dan ga ik ook weg. Maar ik zie jullie dan zo meteen. Nou, ondertussen moet ik eruit. Want anders ga ik hier mors dood. En dit is wel een beetje balen. Want ik kan echt helemaal nergens heen. Maar als er nog eentje doodgaat, dan kan ik gewoon in de top 4 komen. En dat zou betekenen dat we dan toch nog wat verdienen. Zal hier iemand in een bosje zitten? Ik heb geen idee. Ik moet wel kijken. Oké, die gaat net uit het bosje. Dus dat is wel echt heel relaxed. Zal ik mijn special hier neerzetten? Nee, dat doe ik nog niet. Hier is die. Ja, daar is hij inderdaad. Ik zal nu mijn special neerzetten. Ah, oké, dat was niet heel chill. Maar we staan sowieso in de top 3. Dus dat is wel echt heel relaxed. We kunnen even kijken of we die Shelly kunnen killen. Want die is ook heel gevaarlijk. Ja! Wat? Ik ben gewoon met Barley in deze map. Dat had ik zo niet verwacht. Oké. Nou, dan maak ik die vorige spantjes weer een beetje goed. Maar dat betekent dat we toch 2 victories hebben gehad. Dan mag ik 2 megadoons openen. Bonusronde is geslaagd. Eigenlijk was dat helemaal niet de bedoeling dat ik een bonusronde zou doen. Maar ik ben er nu alleen maar blij mee. Dan mag ik 2 megadoons openen. Dat kost gewoon 10 euro. Maar weet je, we mogen gewoon weer doos openen. Dus dat is super chill. Ik koop die edelstenen. En dan gaan we 2 megadozen openen. Met de hoop dat we dus zo'n sterrenkracht krijgen. Dat zou echt heel chill zijn als dat gaat lukken. Maar daar gaan we zo meteen achter komen. Aankoop bevestigen. Yes, dikke prima. Dan hebben we nu de edelstenen erbij. Megadoos nummer 1. Let's go. Resterende items 5. Nee, dan moeten er 6 staan. Oké. Geen sterrenkracht. Maar we hebben in ieder geval wel natuurlijk veel kaarten. En dat is ook chill. Nice. Jesse, die kunnen we upgraden naar kracht level 9. Dus dat is in ieder geval chill. Dat is trouwens wel, ik heb al vet veel knokkers, heb ik gewoon kracht level 8. Spiker kan ik ook bijna upgraden naar maximaal level. Carol, nou daar heb ik er nog wel wat van nodig, maar is op zich ook prima. En nog 7 evenement tickets. Maar dan wordt dit de laatste megadoos, want we openen natuurlijk nog eentje. Wat gaan we krijgen? Ah, weer geen sterrenkracht. Ik krijg zo weinig sterrenkrachten de laatste tijd uit megadozen. Maar ja, is niet anders. Krijg ik nog wel 20 keer 1 bit. Spike? Oh, daar ben ik nu echt heel dichtbij. Dat is echt chill. Tara ben ik ook dichtbij trouwens. Nog iets meer dan 100. Piper ook. Ben ik ook dichtbij? Zoveel jongen. Jeep ben ik ook dichtbij. Ook nog bij iets meer dan 100. Nog evenement tickets. En 12 edelstenen. Dat is altijd joh meegenomen. Dan heb ik 80 geïnvesteerd. Krijg ik er weer 12 terug. Heb ik in ieder geval weer iets teruggekregen. Maar we kunnen natuurlijk een upgrade doen. En dan gaan we dat zeer zeker ook doen. Jesse, kunnen we upgraden naar kracht level 9. Dus dan kan ik vanaf nu ook zijn sterrenkracht. Of haar, moet ik zeggen. Het is natuurlijk een zij. Kan ik haar sterrenkrachten ook vrij spelen. Maar dan heb ik al... Ik heb al meer knokkers kracht level 9. Dan dat ik eronder heb. Dat is wel echt heel nice. Check dan, zoveel al kracht level 9. Alleen deze knokkers nog. Waarvan ik al vet voor ook kracht level 8 heb. Alleen die hieronder heb ik kracht level 7. Maar dat komt binnenkort wel allemaal. Als we allemaal al deze dozen binnenkort gaan openen, dan gaan we sowieso peaceful upgrades kunnen doen. En ik verwacht dat we hier wel een paar sterrenkrachten uit gaan krijgen. Maar dat zien we in ieder geval die video wel. Maar dat was dit voor deze video. Bedankt jullie voor het kijken. Vergeet natuurlijk niet dat duimpje omhoog achter te laten. En dan heb ik tot slot nog maar één ding te zeggen. En dat is natuurlijk, ik zie jullie later, baas.
Bedankt voor het kijken naar deze video. Als je dit filmpje nou leuk vond, dan vind je het filmpje wat hier komt te verschijnen waarschijnlijk ook wel leuk. Hoogwaarschijnlijk, want het is een beetje hetzelfde soort filmpje. En mocht je nog niet zijn geabonneerd, druk dan even hierop. Dan kan je abonneren op mijn YouTube kanaal. Blijf je op de hoogte van al mijn video's. En word je natuurlijk lid van de Bowser Army. Let's go!